Hallo allemaal en super tof dat jullie kijken naar alweer een nieuwe video. En ik kan je vertellen, dit is niet zomaar een video, maar een hele speciale video, namelijk onze digitale housewarming! Nou jongens, jullie hebben net de tour gehad. Hoe vonden jullie het? Nou, heel bijzonder. Alleen jammer dat het zo moest. Ja, in deze gekke tijd kunnen we elkaar natuurlijk niet allemaal live hier zien in huis. Dus daarom hebben we jullie op deze manier uitgenodigd. Jullie hebben ook alle twee een lekker drankje. Ik zou zeggen, ga verder met jullie drankje drinken. Ja, zal ik het aangeven? Hier. Ik doe het wel even aan. Nou, dag jongens. Was gezellig. Doei. Zet ze gewoon weg met het drankje. Wel op 1,5 meter afstand. Ja. Richard en Denise hebben heel het huis al gezien, maar jullie nog natuurlijk niet. Ja, jullie hebben het gezien in Rutgers video dat we het net hadden gekocht. Toen was het nog helemaal leeg, kaal en beton. En nu is het echt ons huis. We zijn vorige week verhuisd. Er is zo hard gewerkt hier. We hebben zoveel geklust, ingericht, uitgepakt. Ik denk dat we ons droomhuis wel hebben, hè? Zeker, zeker. En we gaan het vandaag in deze video aan jullie voor de allereerste keer laten zien. Maar ik ga heel flauw doen. We gaan niet alles aan jullie laten zien. We gaan twee kamers niet aan jullie laten zien. En dat zijn de geheime, verborgen kamers. Jullie mogen gaan inschatten wat daar misschien achter die deuren kan zitten. Ja. En ik ga met jullie afspreken. Als we de 20.000 duimpjes hier beneden halen, laten wij die kamers in de volgende video zien. En die zijn zeer schokkend. Die zijn heel schokkend. En ben je natuurlijk nog niet geabonneerd op mij? Doe dat dan hier beneden eventjes en druk gelijk op het belletje om op de hoogte te blijven van elke nieuwe video. We zijn heel hard onderweg nu naar de 450.000 abonnees, jongens. Dus jullie kunnen het verschil maken hier beneden. We wonen hier nu met z'n drietjes al een weekje. En we willen jullie even onwijs bedanken voor het respecteren van onze privacy. Want wij waarderen dat enorm. We willen hier echt in alle rust kunnen leven. We vinden het altijd super tof om jullie te ontmoeten en zo. Maar thuis is voor ons echt thuis, zodat we hier fijn met z'n drietjes kunnen wonen. En natuurlijk hele tof video's kunnen opnemen. En daar hebben we wel nu de ruimte voor. Dus mocht je er op een of andere manier achter komen waar we wonen, hou het voor jezelf. Niet aan de deur. Als je ons in het wild tegenkomt, willen we altijd op de foto. Maar thuis is gewoon thuis. Thuis is thuis. En daarom laten we het vooral in deze video zien, zodat jullie gewoon het alsnog allemaal hebben gezien. We zitten nu op deze super toffe blauwe bank in onze woonkamer. Zometeen gaan jullie een totaalshot hiervan zien. Maar het is nog een beetje wit. En wij willen jullie laten bepalen welke kleur hierachter op de muur moet komen. Dus ja, zeg jij, Thomas Rutger, het moet blauw worden, rood worden, groen worden, grijs, roze, goud. Oh, goud, dat is ook wel vet. Laat het dan even weten in de reacties. En ja, wie weet wordt het wel die kleur binnenkort. Nou, we hebben genoeg geklet. We gaan beginnen met de house tour. Maar dan beginnen we wel bij de voordeur. Oké, jongens, welcome to YouTube Crypt. Kom binnen. We staan nu in onze nieuwe hal. Hier kom je dus het huis binnen. Echt? Ja. Oh. Mocht je nou gelijk heel nog naar de wc moeten na een lange rit, dan kan dat hier. En wij hebben iets op het toilet. Het is goud waard. Wij hebben toiletpapier! Ja! Ik ben nog nooit zo blij geweest met een wc, denk ik. We hebben een gouden kraan. En een gouden spiegel natuurlijk. Alles is goud, zelfs de playborstel. Dan hebben we hier de kapstok, een zwart met gouden kapstok. En hier iets heel belangrijks, namelijk het alarmsysteem. Onze waakhond. We hebben hier natuurlijk nog een schoenenkast staan met een lamp en wat speeltjes van Paco. Het is ook wel een dingetje, deze deur. We hebben het plafond eruit gesloopt, want het zat eigenlijk tot hier. Ja, omdat wij zo lang zijn, dachten we breken het maar even door. Nu is het een gigantische stalen deur geworden. Zo. Jongens, onze eetkamer. We hebben een nieuwe tafel en nieuwe stoelen. Heel vet. Roze stoelen, dat wilden we heel erg graag, want we houden verder. Dat zie je al een beetje heel erg van zwart, wit. Mocht je willen weten waar deze vandaan komen, de stoelen en de tafel. Die komen van Goossens Rotterdam en wij hebben expres dus voor roze stoelen gekozen omdat alles hier al zwart, wit en goud was. En daarboven hebben we nog een lamp met gouden details. Ja, ik voel me helemaal thuis hier met al dat goud. Het eten wat we hier eten moet natuurlijk ergens gemaakt worden. Dat maakt Rutger natuurlijk. We bestellen niet meer, hè, sinds we hier wonen. Nee, daar zijn we eigenlijk mee gestopt. Ik ben echt aan het koken en dat doe ik hier. Ik heb al maar liefst 2 verschillende recepten afgelopen week geprobeerd. De ene was een ei koken. Andere waren wraps. Dus heb je tips om te koken? Laat het hier beneden eventjes in de reacties weten. Maar even over de keuken. Wij houden allebei erg van mat zwart. Met een soort keramieke blad. Wat lichte spikkeltjes, dingetjes erin. En natuurlijk het hoogtepunt van de keuken. De gouden kraan. De gouden kraan. Dit was een relatiedingetje. Ik wilde eigenlijk een mat zwarte kraan. Maar ik heb deze gewonnen gelukkig. Ik ben er zo blij mee. En er zit ook een koeker in. Hè? Kijk, het ook warm. Ja. Je vinger gezonde? Nou, en dit is ook wel... Hij krijgt nog een andere plek. Happy Cat kan toch niet ontbreken in Rutmans huis? Het moment waar jullie op hebben gewacht. Wat zit er in onze koelkast? Ja! Yeah! Nou jongens, onze koelkast. Zo ziet onze koelkast eruit. Oh ja, dit is van ons favoriete. We missen jullie. We missen jullie, Ohana. Hier bestelden we elke dag pokeballs. En we hebben de saus nu mee naar huis gekregen. Dus dat is heel fijn. Nou, ik hoor jullie al denken. Rutger, Thomas, vertel me alsjeblieft. Waar heb je deze superkeuken vandaan? Nou, van superkeukens.
Ja, was goed, hè? Goeie grap. Wat een goeie grap. Het is echt zo. Het is echt zo. En omdat we zo blij waren met deze zwarte keuken, wilden we ook een passende klok. En dat is een zwarte klok geworden die aan de overkant hier hangt. Wat kleur erbij. Mocht je benieuwd zijn waar wij alles vandaan hebben, kijk dan eventjes in de beschrijving. Daar staan alle linkjes. Gaan jullie nu meenemen naar de woonkamer? Als je naar de woonkamer loopt, dan kom je dus hier, zeg maar, ja, in hoe zullen we het noemen? De hal. Kunst. Wij komen dus vanuit een appartement ineens in een stuk groter huis. Ja. Dus we komen nog wat meubels of dingen tekort. Ja, dus je zult waarschijnlijk zien dat bepaalde delen misschien nog een beetje leeg zijn. Dat komt natuurlijk omdat we nog niks hadden om te vullen. Nee. En dat gaat de komende tijd allemaal gebeuren. Ja, ik denk dat we hier iets met een kast gaan doen of zo. En dan komen we nu in de woonkamer. Echt super chill, want we hebben een hele grote bank. Rutger kan hier liggen en ik helemaal daar. En Paco die kan gewoon in het midden liggen. Dus we kunnen allemaal op de bank. We wilden graag een hele grote bank, zodat we met al onze vrienden, zoals je ziet, kunnen chillen. En dat is gelukt. Ja. Ja, Paco. En waar ik dan heel erg trots op ben, zijn de tafeltjes die voor de bank ook staan. Want die zijn natuurlijk weer goud, jongens. Ik kon hem niet meer tegenhouden. Vind je het echt zo erg? Het is enig. En de andere kant is meer jouw kant. Oh ja. Jij bent van de andere kant. Hier hebben wij alle kaartjes staan die we hebben gekregen van iedereen. Zoals deze. En heel leuk. Deze. En een bewakingsbordje voor Paco. En hier hebben we onze plant. En dit is poging nummer 3. Denk ik dat we deze in leven proberen te houden. Dit is de derde boom. Jongens, als je hier naar boven kijkt, dan hebben Wacht, dit was het geheime moment in mijn video. Oh, ja, dat is waar. Ja, wat zit hier nou? Een dakraam. En heel cool, want we kunnen dus met afstandsbediening dit dichtmaken. Als je wat minder licht hier wil. Ik ga jullie nu meenemen door de magische deur. Je ziet hem nog niet, hij is zo mooi, deze deur. En je moet nog een deur komen. Nee, je ziet... Oké, hij is er gewoon nog niet. Sorry dat ik de grap weer verpest. Dit wordt net zo'n deur als bij de hal, dus zo'n stalen deur. En hier is dus ons kantoor. Ja. Hier zit ik. En Rutger zit aan de overkant. Hier zit ik. En omdat we dit wel erg zwart-wit vonden, hebben we ervoor gekozen om een bloemenwand, nou ja, bladerwand eigenlijk. Dit hebben we in de herfst allemaal verzameld en hier dus weer opgehangen. Hè, Rut? Ik ben aan het werk. Ik neem jullie wel mee naar de eerste verdieping. Ik ben heel hard aan het werk. Hoe gaat die aan? Dan gaan we nu naar de volgende verdieping en dat doen we natuurlijk met onze lift. Ja, het is cool. Oh. Daar zijn we dan. En op de eerste verdieping zijn natuurlijk de verborgen kamers. Dit is één verborgen kamer en hierachter zit er nog één. Wil je nou zien wat hier achter deze deur zit, dan moeten we eerst de 20.000 duimpjes halen. Ik ga alvast even kijken. Nee, we zien ze een stukje. Oké, welkom in mijn jongensdroom, de gamekamer. Hallo, ik ben Rutger en ik heb een hobby. Dit is wel echt mijn droom die is uitgekomen. Ik heb dus een gamekamer. Ik heb hier een geweldige kast gemaakt met alles gesorteerd op afdeling. We hebben de Nintendo Switch afdeling natuurlijk. We hebben de Xbox afdeling. We hebben de PlayStation afdeling. We hebben de Netflix afdeling. We hebben de Disney afdeling, ook met allemaal souvenirsjes. Jongens, we hebben ook nog een hele leuke roze bank met een blauwe muur. We gaan naar de volgende kamer en dit zou dus de studiokamer moeten worden. Hier gaan wij onze intro straks opnemen en zoals je ziet, is dit een van de kamers die nog niet af is? Nee. Work in progress. Dit is eigenlijk de enige kamer waar we nog niet echt aan toegekomen zijn om iets mee te doen. Dus mocht je adviezen hebben of ideeën voor deze setting, laat het weten. We hebben alleen alvast de YouTube rode muur. Over een tijdje kunnen jullie het eindresultaat van ook deze kamer zien. Dan zijn we nu op de bovenste verdieping en hier slapen wij. Yes, dit is ons slaappaleis. Deze verdieping heeft ons zeg maar over de streep gehaald om dit huis denk ik te kopen. Ja, het was natuurlijk helemaal kaal hier, maar we wisten gelijk, we willen het zo hebben. Hier is dus ons bed, waar we lekker 's avonds kunnen neerploffen. En zullen we gelijk het leuke gedeelte laten zien? Ja, wacht. Als we dan 's avonds op bed liggen of 's ochtends, dan hebben we iets heel erg leuks. Er was niet echt een goede plek voor een tv, dus toen kwamen we met een oplossing. Onze tv! In het bed! Ik vind dit wel ultieme luxe hoor. Zo. Ik kom nu echt nooit meer uit bed. Ga gewoon video's vanuit bed opnemen voortaan. Dat is heel raar, bedvideo's. Andere doelgroep. Je moet het dus eigenlijk zo zien, je komt uit bed, dan moet je waarschijnlijk naar de wc. Die zit hier. En als je naar de wc bent geweest, dan is het natuurlijk tijd voor... de douche. Dus dan lopen we hierheen. En hier is dus de douche. En kijk hoe vet, het is een soort zwart rookglas raam. Vanuit bed kun je de ander zien douchen. Deze tegels vinden was best wel een... operatie. Een operatie, ja. Want eerst was deze muur helemaal zwart. En we hebben zelf bepaald, zeg maar, waar de gouden tegels in komen. Dat
zijn dus deze plekken geworden. Dan heb je heerlijk gedoucht. En dan kun je vervolgens hier je helemaal klaarmaken voor de dag met deze geweldige Instagram-achtige spiegels. Die je ook nog van kleur kan laten veranderen en hoe hard je hem wil. Het is erg confronterend licht, heb ik al gemerkt. Met natuurlijk ook weer zwarte kranen. Er komt water uit. En deze hexagon-tegels, daar ben ik heel erg blij mee. En dan gaan we door, want hier ons geweldige vrijstaande bad. Met een kraan die... Oh, niet doen! Dan ben ik helemaal nat. Kijk even hoe vet deze kraan is. Ik vind het echt heel erg cool. En kijk nog eens eventjes naar deze vloer, want ik vind het heel erg cool. Want we hebben hier dus dezelfde vloer, tegels liggen. Het zijn van die hele grote tegels als beneden in de woonkamer en keuken. We wilden eigenlijk eerst een gietvloer, maar we zijn uiteindelijk dus gegaan voor deze supergrote betonlook tegels. En dat vind ik wel even leuk om te zeggen, want de vloeren en deze hele vette badkamer is van Grinsven Sunny Droom. Misschien dat het ergens herkenbaar voorkomt. Nadat je natuurlijk helemaal gewassen bent en je haar hebt gedaan, is het tijd om je outfit uit te gaan kiezen. En dat doe je hier. De walk-in! Twijfel nog. Moet ik zo meteen deze jas of deze jas? Ik ga de linker doen. Dit is mijn kant. Dat kun je misschien wel zien, want het is net iets beter opgevouwen. En dit is Rutger zijn kant. Net iets beter gestyled. Ja. Oh. Terwijl Rutger hier nog bezig is met zijn levensstruggles, wil ik het eventjes hebben over deze super vette jaloezieën. Door heel het huis hangen jaloezieën, zwarte natuurlijk, want het past goed bij de rest. En we hebben gordijnen. Ook dit hebben we allemaal gekozen in de stijl van het huis, zodat alles goed bij elkaar past. En daar zijn we super blij mee en het is allemaal van Veneta. Dus dat was denk ik het huis, hè Rut? Wat? Dit was dan onze house tour. Ja, we hebben het eindelijk kunnen laten zien. We hebben er zo lang en hard aan gewerkt. Het is fijn dat we het eindelijk nu hebben gedeeld. Maar ik wil wel eventjes benadrukken, zonder jullie, zonder alle lieve mensen, vrienden en familie die ons hebben geholpen en de samenwerkingen die we hebben met hele toffe bedrijven, was dit natuurlijk allemaal niet mogelijk geweest. Dus dikke shout-out naar jullie. Heel erg bedankt. En dan was dit alweer de video. Ja. Volgende week dinsdag ben ik er gelukkig weer. Dus zorg dat je geabonneerd bent hier beneden en op het belletje hebt gedrukt. Ben je nog niet geabonneerd op Rutger, doe dat dan natuurlijk ook even. Gezellig. Een linkje staat hier ook beneden in de beschrijving. En wil jij nou de geheime kamers zien? De verborgen kamers? Nou, ik ga er nu heen hoor. Het kan me niet meer schelen. Volgende week 20.000 duimpjes halen. En dan zie ik jullie gewoon volgende week weer. Au, doei!